What up kijkers, het is je boy Vex weer van de 1104 SkuSku. Hoor dan kijkers, vandaag beginnen wij met de QuatroByVeksShow. De QuatroByVeksShow is een show waar Vex, vloggers, artiesten, DJ's en nog veel meer uitnodigt voor een interview bij zijn thuis. En vandaag beginnen wij met de eerste sessie en wij trappen gelijk goed af. Weet je met wie kijkers? DJ Quintern. DJ Quintern is een DJ'er / beatmaker die zich richt op Afro House, R&B en nog veel meer tunes die hij mixt zo van voor zijn DJ Sunny. En vandaag hebben we hem te gast voor een interview. Kijkers, hij gaat vandaag vertellen over zijn leven, zijn geschiedenis, zijn werk en nog veel meer. Benieuwd hoe het gaat lopen, dit interview? Blijf dan kijken. Welkom bij de QuatroByVeksShow. Vandaag hebben we een bezoeker op het programma staan. De bezoeker vandaag is DJ Quintern. Goedemiddag, DJ Quintern. Goedemiddag, we zijn er gewoon jongens, ja toch? Goedemiddag. DJ Quintern, we hebben u niet zomaar uitgenodigd, want we hebben u voor een reden uitgenodigd. En dat is om u beter te leren kennen. Daarom hebben we een aantal vragen voor u. In petto. Bent u klaar voor DJ Quintern? Ik ben helemaal klaar voor. Perfect. DJ Quintern, ik weet dat u een DJ bent, maar wat bent u eigenlijk precies? Een beatmaker of een DJ'er? Nou, voornamelijk DJ. Ik begon met beats maken. Daarmee ben ik begonnen met muziek een aantal jaar geleden. Maar na een tijdje wilde ik gewoon plezier maken in de club en zo, voor mensen draaien. Ben ik verder gegaan als DJ. Eerst een beetje produceren en DJ. Ik heb produceren een beetje achterwege gelaten, maar ik ga het weer oppakken. Oké. En wat voor soort mixen maakt u precies? Meer R&B, reggae, techno? Wat versta ik hieronder eigenlijk? Ik ben een urban, afro's, dancehall DJ over het algemeen. Daarnaast doe ik oldschool en electric. Maar meestal afro's, urban. Zo. Ja. En wat is de aanleiding dat u eigenlijk hiermee bent begonnen met de DJ zijnde? Ik had er altijd al plezier in, zeg maar. Ik toen ik begon, was ik een keer langsgaan bij DJ Renjiro, voordat hij DJ was. DJ Dinjiro? Ja. Hij had zo'n set thuis gekregen van zijn oom. Dus ik vroeg hem van, hey, Pakka, doe je er wat mee? Ik zeg, nee man, je kan hem lenen. Maar hij kent mij, als ik hem leen, ga ik er niks mee doen. En zeg maar, ik geef je een week, dan ga ik kijken hoe het zit. Dus ik nam het mee, ik ging een beetje mee spelen, YouTube kijken hoe het zit en zo. Gewoon thuis oefenen, ging ik een paar matties uitnodigen voor hun draaien. En zo vroeg ooit iemand een DJ voor een huisfeest, bankoe voor de hele avond. Toen was ik gewoon daar zo de hele avond en toen mond op mond reclame. Dus zo ben ik stapje voor stapje steeds hoger opgekomen tot waar ik nu ben. Oké, en hoe heeft u de naam eigenlijk bedacht van DJ Quintern eigenlijk? Quintern, hoe is de naam in stand gekomen om het zo te benoemen? Daar zit wel een verhaal achter. Ik had een neef, Quincy Tsunoya, zat bij Clipsa Todara. En toen ik nog alleen beats maakte, hij zei van, hey, stof man. Hij had ook, ging ook rappen, zijn artiestennaam was Sin Quinn. Ze zei, hey, we moeten samen muziek maken. Ik dacht, oké, we gaan het doen. Oh, maar die belofte kwam nooit. Want je weet toch, beloften standaard, die sta je steeds uit. Klopt. Een dag, in de avond, hoor ik van mijn ma van, ja, je neef is doodgeschoten. Geïnteresseerd in de geheim. Serieus? Ja, man. Dus, toen... Heet je gecondoleerd, DJ Quintern? Thanks, man. Toen, ja, toen ging mijn ma naar daar. Ik was gewoon thuis. Die impact kwam later. Dus ik had nog die belofte altijd van, hey, ik heb die man beloofd, ik ga muziek met hem maken, maar er is er nooit van gekomen. Oké, dus ging ik denken. Dacht ik van, oké, mijn artiestennaam, ik heb toch nog geen DJ-naam. Ga ik de eer aan hem doen. Dus ik dacht eerst Sinner Beats, want ik maakte alleen beats en hij was Sin Quinn. Maar Sinner is iets duivels en daar ben ik niet mee. Toen dacht ik aan Quinner, maar Quinner was kinderachtig, vond ik. Toen werd het Quintern Beats, of Quintern Beats. Ja, maar dat heb ik, de beats heb ik achterwege gelaten en nu is het gewoon DJ Quintern. Maar zou u ooit de beats wel nog willen oppakken? Ja, dat sowieso. Ja? Ja, dat sowieso. En waarom zegt u dat wel zo gaan doen? Ik laat het nu alleen omdat het echt een drempel omhoog is. Het is gewoon moeilijk beats maken. Maar het is echt beter voor me. En het is ook echt tof om de crowd los te gaan op je eigen muziek. Oké. Volgende vraag. Met welke DJ onderscheidt u zichzelf? Bijvoorbeeld Afrojack. Ik zie mezelf niet echt als. Ik kan mezelf niet vergelijken met de andere DJ. Nee, waarom niet? Omdat, tenminste nu zou ik zeggen Anglo Sounds, omdat hij is een van de weinigen waarvan ik weet dat hij ook best wel danst. En ik ben best wel bewegelijk. Tijdens mijn sets hou ik van dansen en zo. Qua muziekgenre zou ik... Ik ben nog best wel breed. Ik heb niet één richting, zeg maar. Ik ben best wel breed in die scene. Dus ik kan me niet vergelijken met één DJ op dit moment, omdat ze niet... Maar breed bewegen. Qua in muziek of breed qua... Nou, laten we zeggen, Afrojack heeft echt één bepaald soort genre die hij draait. Maar ik kan nog wel variëren daarin. Ik heb nog niet echt een hele duidelijke richting gekozen voor mezelf. Daarom kan ik mezelf niet vergelijken met één. Oké. Mooi. En met welke DJ in Amsterdam Zuidoost zou u een formatie kunnen vormen? Ik was al een formatie met DJ Renjiro. Maar waarom is dat dan gestopt? Persoonlijke redenen. En we zijn beide ook onze eigen kant op gegaan. Is dat uit een ruzie of is dat... Nee, gewoon zijn manier van werken was anders dan mijn manier van werken. Voor de rest was er niks anders. En we zijn nu gewoon beide onze eigen kant op gegaan, maar we werken sowieso nog steeds samen. Als we samen op een plek staan, zijn we ook gewoon. Dus voor de rest, no hard feelings man. Echt zo'n arena gewoon. Mooi dat u dat zegt. We nemen even een korte drinkpauze en dan gaan we zo direct weer verder. Vindt u dat goed, DJ Quintern? Ik vind het helemaal top, joh. En welkom terug bij de QuatroByVeksShow. We hebben hier weer de gast. We zijn er nog steeds. Quintern. DJ Quintern, we zijn bij de nieuwe vragen aangekomen. De eerste vraag luidt: wat doe je graag naast het leven als DJ? Buiten DJ, ook van motorrijden, gamen, Netflixen. En anders ben ik met Amati van mijn best in de wereld. Voor de rest doe ik niet veel. Ja, ik ben eigenlijk best rustig man. Ja? Ja. Iedereen denkt dat ik druk ben, maar ik ben echt rustig persoon. Echt wel? Echt rustig persoon. Oké, want als ik u zie, zeg maar, zie ik DJ Quintern, iemand die druk is en die altijd een druk leven leidt. Ja, kijk, mijn leven is wel druk in het weekend. Door de week ben ik eigenlijk, ga naar school, na school ben ik thuis, of ik ben mijn best, en ik slaap. Oké. En de volgende vraag, hoe bereidt u eigenlijk u voor op een feestje? Ik kijk eerst wat voor feest het is en dan maak ik altijd een unieke playlist voor dat feest. Want ik kan niet overal hetzelfde draaien, ik moet ze een beetje aanpassen aan het publiek. Wanneer dat is gebeurd, tik ik het daar, zet ik het op arm USB's en dan gauw gewoon man. Oké, dat klinkt netjes, dat klinkt erg netjes. En wat voor soort DJ's heeft u een hekel aan? Fuck DJ's die hun muziek niet delen. Die ene beat die echt hard is, gewoon echt hard, en je vraagt ze en ze zegt ik wil niet man, of no man, kan niet man. Terwijl het wel kan, ze zijn gewoon, ze zijn shaky omdat ze dat denken, ze geven hun eigen identiteit zeg maar, hangt er net vanaf hoe je het inmixt. Dus fuck hun en fuck de DJ's die zeg maar hun mixes hebben opgenomen en dat in de club doen alsof ze het live doen. Fuck hun ook. Want je hebt die mensen die doen alsof ze aan die knoppen zitten, maar dat doen ze niet. Ze hebben gewoon alles opgenomen. Je moet goed opletten. Fucking op. Oké, laten we naar de volgende vraag gaan. Stelt u voor, er is een meisje in de club. U kent haar al sinds heel lang geleden. Way back. U vond haar leuk. U kon haar toen niet krijgen. Nu wilt ze mee. In de auto naar huis. Wat zou u doen? Ja. Weet je hoe goed dat voelt voor mij, kerel. Vroeger wilde ik me niet en nu wel. Dan voel ik in mijn hoofd, vind ik dat dan goedkoop. Want dan is het nu puur om de status. En ik heb gewoon iets overwonnen. Je weet toch, vroeger was het dus niet op dat niveau. Nu ben ik het wel, ik weet niet waarom. Nou, ik zou het gewoon doen. Ja, maar niet iedereen, je weet toch, niet iedereen. Maar ik zou het wel doen. En dan les ik single weg. Want LBS, Vloeiboy, Squad, All Day, Pakanda. Oh, u bent nog single. Oh, dat is helemaal mooi. Laten we naar de volgende vraag gaan. Wat was uw beste feestje dat viral ging, waar iedereen dagenlang over sprak? Ik heb er een paar. Panka Bidebes. En de eerste. Pakko Festival. En... Staalnieuw, of? Ja, Staalnieuw denk ik. Ja, ja. En uit die drie moet u eentje kiezen. Welke van die drie was echt lid die echt viral ging? Uit die drie moet u eentje van kiezen. Dan denk ik Kwaku Festival. Kwaku Festival. Ja. En waarom Kwaku Festival? Ik was de enige die echt iedereen losliet. Iedereen wachtte zeg maar op mij. En ik had echt bepaalde tunes gebracht die niemand had verwacht. En ik ging ook met de crowd meedoen. Ik ging achter me zitten en ik meespringen met ze. Die was wel echt tof. Ja, maar ik heb nog filmpjes ook. Netjes, netjes. Wat was jouw beste mix die je ooit hebt gemaakt als DJ'er in het verleden? Je bedoelt overgang? Yes. Een recente overgang waar iedereen echt los op gaat is Benjamin Bak van I Am Treasure. Is eigenlijk een tune gemaakt door een comediant. En het was niet serieus, maar ik vond het wel leuk. En Sokope. Die twee tunes, ik weet niet hoe, maar in de club hebben ze zo'n lekker effect op de mensen. Die gaat wel echt lekker. Oké, oké. Klinkt netjes, klinkt netjes. En wat deed je hiervoor als DJ'er? Ik deed niks, maar... Want als we terug even heel ver in de geschiedenis gaan, echt way back gaan, dan kan ik herinneren dat u bij Pathé heeft gewerkt. Kan dat kloppen? Je mag snitchen. Ja, man. Ja? Ja. Ja. Maar vond u dat wel leuk of was dat gewoon echt een bijbaantje? Pathé was wel leuk, was wel gezellig, leuke sfeer, maar was gewoon werk. Ja, was leuk, veel bios, was wel leuk. Ja, oké. Laten we naar de toekomstvragen gaan, DJ Quintern. Even kijken. Heeft u toekomstambities? Ja. Vertel ze eens. Waar ik later sta bijvoorbeeld. Waar u later staat? Nou, nu sta ik met artiesten op plaatsen als Latin Village, leuke festivals, grote festivals en zo. Maar ik wil op mezelf staan op die festivals. Dus dat ik zelf op die line-up sta bij Latin of Mainstage en het niet voor een artiest moet rijden. Dat is ook leuk, want dan zie je ook plekken. Maar ik zou graag willen dat ik mijn eigen naam naar voren breng. Dus dat zou ik willen, daar ga ik naartoe streven. Ja man. Okay, dus je zou niet zeg maar de DJ willen zijn van Chief bijvoorbeeld? Dat is niet een doel of zo. Nee? Nee. Het kan, maar het is niet een doel die ik zou willen bereiken. Want dat kan bijna elke DJ een nummer na een nummer voor een artiest zetten. Ja? Ja. Oké, oké. Laatste vraag. Met welke MC'er of DJ'er zou u wel eens willen samenwerken? Echt samenwerken. MC Punk vanuit All Day. Met hem werk ik nu samen. En hem zou ik ook gewoon samen willen blijven werken. Want onze chemie is, het is hard. Hij weet precies wanneer ik wat ga doen. Ik weet hoe hij op muziek inspringt. We houden beide ook van dansen. Dus dat duo is gewoon sterk. Met DJ samenwerken. Ik wil wel dingen leren van Abstract. DJ Abstract. En wat zou u willen leren van DJ Abstract? Scratchen man, ik wil echt beter worden in scratchen, wat hij doet achter die cd's. En ja man, hij is hard. Dus dat zou ik echt graag willen leren man. Dus stretch is zeg maar eigenlijk... Scratch. Yes. Is zeg maar eigenlijk draaien. Scratch. Je spoelt een tune, zeg maar... naar voren, weer terug en ik weet echt niet hoe je scratch moet uitleggen man. Je doet gewoon... Dat is scratch. Ik kan het niet beter uitleggen. Oké. Oké, oké. Nou DJ Quintern, dit waren de vragen van QuatroByVeks. Ik wil u graag bedanken voor het deelnemen aan dit interview van de QuatroByVeks Show. Maar natuurlijk gaat u niet met lege handen hier weg. Daarom hebben we een cadeautje voor u. Love man. Dat wil ik graag jullie geven. Ik ga helemaal de auto, jongens. Dat is een t-shirt van QuatroByVex. QuatroByVex shirt, maar wat dit? En die is voor u. Love, man. Het zou wel love zijn als u deze aantrekt, maar gaat sponsoren. En moet je geld hebben, G? No spanje. Boys, QuatroByVex, je weet, abonneer en deel. En zo naar deze man, interview was leuk, was gezellig. Hey. Thanks, jongen. Tot next time. Next time. Festival, I Am Treasure in the building. Are you ready on the ones and two? DJ, fantastic DJ Quintern. Je gaat uit, maar de huur niet betalen.